YOLO! Oh snap, oh snap, oh snap. Oké, dat had ik nooit meer moeten doen. Dat moet ik echt nooit meer doen. Je ziet mij dat echt nooit meer doen. Als je mij vraagt of ik dat ooit nog ga doen, je ziet mij dat echt nooit meer... YOLO. Oh snap, je ziet mij dat echt nooit meer doen. Yo mensen van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jullie kijken weer naar een nieuwe video. En ik hoop dat jullie allemaal een klein beetje een lege maag hebben. En dat jullie zin hebben in een heerlijk zacht gekookt eitje. Want ik wens jullie namelijk heel erg veel plezier met het kijken naar deze nieuwe aflevering. Van Splek. Ik speel deze keer in de HiveMC.com server. Ik geloof dat het IP HiveMC.eu ook werkt. Maar in ieder geval, het IP staat nu even in de beeld. En dan hoop ik jullie allemaal gaan genieten van deze nieuwe Minecraft Splek video. Ik ga uiteraard proberen te winnen. Dat lijkt mij vrij logisch. En we gaan er wat leuks van maken. Let's go. Oh mijn god, jongens. Dit is zo spannend. Nog 5 seconden en dan gaan wij genieten van het schieten met zachtgekookte, maar ook hardgekookte eieren. Dit is echt een hele moeilijke map om in het begin in leven te blijven. Want iedereen gaat gewoon echt ruïna zetten. Met de hoofdletter R. Iedereen die gaat gewoon gek worden. Oh, 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 oh. Parcours skills. Parcours skills. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Heb je ooit gehoord van die jongen met parcours skills? Zoals jullie kunnen zien, ik ben een van de laatst overgebleven op deze laag. Gaat niet lang zo blijven. Want heel veel mensen vinden het namelijk nodig om te schieten. Waardoor je dus echt letterlijk in één keer naar de laatste laag wordt gegooid. Maar nee. Zoals jullie kunnen zien, ik speel deze keer in een andere map dan dat ik in de vorige aflevering speelde. Als je de vorige video van Splek nou niet hebt gezien, dan kun je natuurlijk even op de aangegeven annotatie in beeld klikken. En dan word je doorgeleden naar de vorige video die ook heel erg sensationeel was. Maar ik heb het idee dat deze video veel sensationeler gaat worden. Want zoals jullie kunnen zien, we spelen in een moeilijkere map. En een moeilijkere map dat belooft veel moeilijke fragmenten. En de kans is enorm groot dat ik zo meteen onderuit gehaald ga worden. Naast het feit dat het ook nog eens enorm vervelend is om een pompoen op je hoofd te krijgen. Er zijn vrij weinig dingen vervelend op de aarde, maar pompoen op je hoofd, jongens en meisjes, dat wil je gewoon niet. Als je aan mij vraagt, joh, wat vind jij nou echt vervelend? Wat wil jij nou gewoon niet meemaken in het echte leven? Ik wil geen pompoen op mijn hoofd krijgen. Dat lijkt me gewoon kut. Dat lijkt me gewoon niet comfortabel. Een pompoen, weet je wel. En dan die vieze pompoenengeur. Lijkt me gewoon helemaal niks. Maar het is Minecraft. We hebben er geen last van. Tenzij je een of andere virtual reality bril op zou hebben die ook nog eens geur kan overbrengen. Kijk, dat zou epic zijn. Daar heb ik vroeger altijd over nagedacht. Hoe vet zou het zijn als ze een virtual reality bril zouden hebben die zowel gevoel als zicht en als geur over kan brengen. Dat je echt letterlijk alles kan zien, alles kan ruiken en alles kan voelen. Nee, nee, oh mijn god, Splek. Bitch dat je er bent. Ik was bezig met een rare gezichtsimpressie naar de webcam. En toen werd ik in één keer naar beneden geholpen. Dat betekent maar één ding. Op naar de volgende. Oh, het voelt altijd zo enorm goed als je de laatste bent die een potje joint. Als je op een bordje ziet dat er 20 mensen in een potje kunnen. En er zitten er 19 in. En jij bent dan die 20ste persoon. Dat is echt een momentje om gewoon even op te... Maar nee, nog 15 seconden. En dan kunnen we gaan beginnen. Oké, jongens en meisjes. We... Oh, ik schrok me kapot. Ik dacht zojuist even dat ik echt letterlijk al gelijk uit het potje was gegooid. Ik denk van nee, je gaat me toch niet vertellen dat ik letterlijk in de eerste 2 seconden gelijk al down ben. Terwijl het potje nog niet eens officieel is begonnen. Dat is namelijk wel echt iets voor mij. Maar in ieder geval, dat is alweer 1 speler minder op de bovenste laag. We spelen in een nieuwe map. En het leuke aan deze map is dat je TNT kan ontploffen. En ja, dat vind ik tof. Weet je dat ik het gewoon eens een keer anders ga aanpakken? Ik ga gewoon in het begin al lekker schieten. Want er is daar namelijk iemand en die staat stil. En die vindt het schijnbaar nodig om stil te blijven staan. Wat voor mij dus een hele mooie opportunity is om te gaan lopen schieten. En wat ik even ga doen, is ik ga proberen op het hoogste punt van de map te komen. En dit ziet er toch wel uit als het hoogste punt van de map. En ik vraag me af of ze erachter kunnen komen dat ik hier ben, als ik gewoon de hele tijd blijf shiften. Dat lijkt mij persoonlijk een vrij handig idee. En dan gaan we gewoon een beetje praten over het leven en over al dat soort dingen. En tot die tijd blijf ik natuurlijk ook gewoon even schieten op die speler daar, want die wil ik natuurlijk wel even proberen onderuit te halen. Ik hoop dat, dat ik het voor elkaar krijg. Het zal wel leuk zijn, maar hij gaat waarschijnlijk zo meteen ook op mij lopen schieten. Dat lijkt mij tenminste wel een logische manier van vechten. Anders kan ik hem namelijk makkelijk onderuit halen. Maar ik moet natuurlijk zelf ook blijven uitkijken voordat het zometeen namelijk weer verkeerd gaat. En wat mij een handig idee lijkt, is dat ik op het allerhoogste punt van de map ga staan. Wat toch echt wel hier is. Het is echt gewoon het allerhoogste punt. Oh nee, dat is het allerhoogste punt. Maar daar kun je geloof ik niet legit komen. Tenzij je een manier hebt om te gaan vliegen in deze minigame. Maar dat is geloof ik niet helemaal volgens de regels. En dat is denk ik dus ook niet de bedoeling. Maar nee, ik ga naar beneden schieten. Dat lijkt me ook een handig idee. Er zijn momenteel nog 9 splaggers over. En dat betekent dat ik dus 1 van die laatste 9 ben. Oftewel nog 8 concurrenten om voor mij onderuit te halen. En die pinguïn daar, die gaat het vanzelf al heet onder de voeten krijgen. En ik had gelijk. Hij is namelijk nu naar beneden gevallen. En het is misschien niet de slimste manier om naar beneden te gaan lopen schieten. Maar ik heb eigenlijk vrij weinig keuze. Als ik dat namelijk niet doe, sta ik de hele aflevering een klein beetje voor me uit te kijken. Totdat er uiteindelijk iemand besluit om een hardgekookt eitje tegen mijn kop aan te schieten. Dus daarom blijf ik hier maar een beetje wachten.
En kan ik die ook kapot maken, die dingen? Wat gebeurt met de server? Oh snap, ik haalde bijna het blokje onder mijn eigen voeten weg. Nee, ik zie daar verderop zie ik nog één iemand. Dus ik ga heel even lekker klikken. Waarschijnlijk hebben jullie in elke Splack aflevering het klikgeluid aan jullie oren zitten. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat is namelijk omdat ik echt alsmaar moet blijven klikken. En er viel daar iemand naar beneden. West in peace. Motherfucker. Oh snap, oh snap, oh snap. Iemand begint ook op mij te schieten. Ze hebben me door. Ze hebben me door. Die gekke mensen. Ze durven het wel te wensen. Oh snap. Ze gaan mij zo direct onderuit halen. Let maar op. Daarom red ik mij hier gewoon even weg. Want ik weet namelijk dat ze er alles aan gaan doen om mij onderuit te halen. Ik vraag me af, kunnen ze ook Obsidian onderuit halen? Ja, dat kan. Jammer. Anders was ik namelijk de hele tijd op het blokje Obsidian gaan staan. En dan hadden ze me helemaal niets kunnen doen. Maar dat is ook wel vrij logisch dat Obsidian ook kapot kan. Anders was dat namelijk wel echt de ultieme manier geweest om gewoon te cheaten in deze minigame. Zonder dat je er eigenlijk zelf iets aan kan doen. Mensen beginnen nu wel echt massaal op mij te schieten. Omdat ze natuurlijk weten dat als ze dat doen, dat ik dan zometeen naar beneden val. Wat natuurlijk ook gaat gebeuren. Want uiteindelijk kom je op een punt waardoor waarbij er bijna geen blokjes meer over zijn. En dan val je naar beneden. Maar dat punt is niet, nog niet. Aha, bitch! Oh mijn god, wat een loser. Dat is echt gewoon de definitie van loser. Als je in het woordenboek loser opzoekt, dan zie je die man staan. Of die vrouw, ik weet niet eens wat het is. Dat is hij of zij had een Steve skin, weet je. Dus, oh mijn god, het regent sneeuwballen. En dat maakt mij blij. Het zou in het echt maar sneeuwballen regelen. Regenen. Dan heb je echt een kutleven. Dan zit je lekker in je auto. En dan komt. Of dan zit je gewoon. Dat is gewoon eigenlijk de nieuwe manier van dubstep in je auto. Gewoon sneeuwballen die op jouw dak vallen van je auto. Dat zou best wel vet zijn als het letterlijk gewoon sneeuwballen zou sneeuwen. Ik zie nu zoveel grappige dingen voor me. Al die. Oh snap. Oh snap. Hoe de fuck kan het dat hij zo versneeuwt? Sneeuwballen kan schieten tegelijkertijd. Oh mijn god. West in peace. West in freaking peace. Ik hoop niet dat de laatste overgebleven is. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Jop, je gaat lekker. Ik ga hard. Ik ga lekker. Dat was echt het raarste geluidje voor wanneer je springt. In het echt doe ik dat niet hoor. Geloof. Als je mij tegenkomt en je laat mij ergens overheen springen. Dan hoor je niet. En als je dat wel hoort. Dan komt het niet door te springen. Maar nee, we leven nog. En dat is natuurlijk een heel erg goed teken. Sterker nog, er zijn nog 3 mensen exclusief ons in dit potje. Met andere woorden, nog 3 concurrenten voor ons om uit te schakelen. YOLO! Oh snap, oh snap, oh snap. Oké, dat had ik nooit meer moeten doen. Dat moet ik echt nooit meer doen. Je ziet mij dat echt nooit meer doen. Als je mij vraagt of ik dat ooit nog ga doen, je ziet mij dat echt nooit meer. YOLO. Oh snap, je ziet mij dat echt nooit meer doen. Als je mij vraagt of ik dat ooit nog ga doen, je ziet mij dat echt nooit meer doen. En dit is eigenlijk het perfecte moment om het nog een keer te doen. Alleen ik zie niet meer van die dingen staan. Wat ik wel weet, is dat er hieronder 2 zitten. Nee, 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 nee. Ja, Job, je bent echt een lul. Oh snap, onzichtbare mannen, ren voor je leven, want ze zijn onzichtbaar. Het lijkt me zo vet om in het echte leven onzichtbaar te zijn. Wat zou ik dan als allereerst doen? Nee! Job, waarom moest je nou in de webcam kijken terwijl je Splack speelde? Nu heb je je hele carrière verpest als ijsschieter. Laten we doorgaan naar het volgende potje. Oké, we zitten weer in een nieuwe map. Alweer. Of hebben we deze map al een keer eerder gespeeld? Ik weet het niet. Maar deze map ken ik in ieder geval wel. Laten wij in ieder geval op onze hoede blijven. Er zitten hier namelijk nogal veel players. En ik weet dat het grootste gedeelte van die players mij onderuit wil gaan halen. Oh mijn god, zoveel players. Zoveel players. Ik moet proberen haar onderuit te halen. En het lukt niet. Oh, het lukt wel. Ik wou net zeggen, dat blokje die spande even niet. Oké, nu moet ik proberen deze kerel hier onderuit te gaan halen. En dat is me gelukt. Ik ben letterlijk een van de laatste overgebleven op dit platform. Samen met deze gekke jongen hier. Samen met deze gekke jongen hier. Oh, snel. Ik moet proberen hem onderuit te halen. Hij heeft daarentegen wel een diamond shovel. Wat voor mij wel weer een mooie smoes is als ik nu naar beneden val. Dan kan ik namelijk zeggen van ja, maar hij had een diamond shovel. Hij had een diamond shovel. Seriously, Job. In de eerste fucking 20 seconden van het potje. Op naar de volgende. Oké, we gaan beginnen. Tenminste, zo goed als. Nog 5 seconden en dan zijn we weer begonnen met dit nieuwe potje Splack. En ik ben heel benieuwd, want we zitten met zoveel mensen op één platform. Dat kan niet meer betekenen dan een dikke chaos. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. Ik weet zeker dat ik naar beneden val. Dat was best wel heel erg te verwachten. Ik schoot niet eens. Het was letterlijk 3 seconden nadat het potje begon en ik ben al naar beneden gevallen. Soms heb je dat wel in deze server. Soms hebben ze zulke vervelende spawnplekken dat het gewoon niet mogelijk is om überhaupt de eerste, pak hem eens beet, 10 seconden in leven te blijven. Omdat je namelijk gelijk van de eerste laag naar de laatste laag valt. Maar ja, laten we maar gewoon gaan hopen op het beste en laten we proberen niet meer naar beneden te vallen. Want dat is uiteraard niet hetgene wat wij willen. En ik ga gelijk even goed om me heen kijken. En ik zie dat de XP bar vastslaat. Of nee, vastslaat. Normaal gesproken hoort hij als het goed is af te tellen. Of zoiets, ik weet het ook niet precies. En normaal gesproken doe ik dit niet, maar ik hak de lijn door en ik probeer... Oh, wat? Wat? Oh, what the fuck? Dit is letterlijk geen Splack, maar dit is Splave. Hoe de fuck heb ik dat niet kunnen zien? Ik weet vrij zeker dat ik... Oh.
Oké, nu begin ik letterlijk in de war te raken. Ik kan ook gewoon niet meer bewegen. Ik weet niet wat er gaande is. Het enige wat ik wel weet is dat ik niet hoorde wat er net allemaal gebeurde. Maar nee, ik dacht al heel even van, ik had toch Splek gejoined. Hoe kan het nou weer dat ik met mijn schep dingen kan weghakken? Maar dat was schijnbaar gewoon heel even zo. En omdat er dus een hele dikke delay in zat, leek het zo alsof ik het echt definitief weghakte. Ik vind het een beetje raar. Deze server die hapert een beetje. Ik speel trouwens, voor de mensen die het niet weten, in de HiveMC.eu server. Naar mijn mening een vrij chille server om minigames als deze in te spelen. Sorry dat ik een klein beetje een rare klemtoon op het woord deze legde, maar dat kwam er dus door omdat ik namelijk nog een gewaagde sprong moest nemen. En wat doe je bij gewaagde sprongen? Je legt een rare klemtoon op het woord wat je erbij zegt. Inderdaad, kijk, je leert het hartstikke snel. Maar nee, op ijs kun je natuurlijk een verdere jump maken. Wat fijn is, geloof me, dat hoort bij het leven. En die kat hier, die vindt het nodig. Of is het een kat of is het een wither? Ik weet serieus niet wat het was. Wauw, joh. Jij ziet het verschil tussen een kat en een wither niet. Nee, kijker, ik zie het verschil tussen een kat en een wither niet. Ik weet dat dat slecht is, maar het is wel zo. Oké, voor de rest moet ik gewoon heel erg goed uit blijven kijken. Want als ik namelijk niet uitkijk, gaat het geheid verkeerd. En die magma gast, die hoort naar beneden te vallen als het goed is. En ik heb geen idee waarom ik zo gewaagd de sprong maakte. Maar ik deed het wel. Het is eigenlijk gewoon een wither met oortjes. Of is dat niet zo? Oh mijn god. Server haper niet, oké? Hij loopt wel smooth. Alleen er zit een delay in. Waardoor het elke keer lijkt alsof je naar beneden valt. Maar het is niet zo. Dat is gewoon iets om over na te denken. Dat kan een stukje poëzie zijn. Je kunt het zien als een stukje poëzie. Maar nee. Oh, holy shit. Er zijn trouwens nog maar 5 players over. Dus eigenlijk 4 players exclusief mij. Dat is heel weinig. Ik ben gewoon lekker aan het rondrennen en aan het genieten van het ei-leven. En tegelijkertijd had ik eigenlijk niet eens door dat het zo lekker ging. Maar het gaat dus schijnbaar wel heel erg goed. En jij moet even naar beneden vallen. Dankjewel. Heel erg aardig van je. Ik had het eigenlijk al gehoopt dat je dat wou doen. What the fuck doe ik? Oké, ik leef nog. Ik heb geen idee wat dat voor rare stemmingswisseling was. Laten we het erop houden dat het hoort bij het spelen van de minigame Splek. Splek is namelijk een hele wisselende minigame. De ene keer gaat het supergoed, de andere keer gaat het wat minder. Maar waar het om gaat is dat we er lol in hebben en dat we tot het laatste overblijven. Ik heb geen idee wat er daarnet gebeurde. Ik wou eigenlijk even F5 aanklikken om te kijken hoe het eruit zag. Dat heb ik echt zo vaak in servers. Hè. Dan ben ik aan het buggen in de lucht van de glitches, maar net hoe het wilt noemen. En dan word ik letterlijk gewoon uit de server gekikt voor vliegen. Dan zeggen ze dat ik vlieg. En dan ben ik zo van, ja, maar ik vloog helemaal niet. Jawel, je vloog. We hebben bewijs. Nou, wat is het bewijs dan? Onze server die riep dat je vloog. Dat is het bewijs. Terwijl het eigenlijk gewoon een glitch was in de server zelf. Zo irritant. Dan denk ik echt van, fix je shit, weet je. Fix je shit. Maar nee, ik kan er natuurlijk vrij weinig over zeggen. Want ik ben namelijk geen servermaker. En ik weet dus ook niet hoe moeilijk het is om zulke dingen te voorkomen. Wat ik daarentegen wel weet, is dat ik een van de laatst overgebleven ben. Is dat fijn? Ja, dat is best fijn. De vorige aflevering van Splek heb ik ook al 1 potje gewonnen. Oh, wat heb ik zojuist gekregen? Oh, curse all the players for 3 seconds. Oh, daar is die. Oh, snap. Oh, dit gaat goed. Dit gaat goed. Waar is die? Daar. Ik moet denk ik 1 laag naar beneden springen, wil ik hem pakken. YOLO. Oké, nu heb ik hem. Nu is het gewoon eerlijk, weet je. Ik ben persoonlijk niet iemand die heel erg pushy. Dat wil ik niet, weet je. Ik wil het... Snap, 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 snap. Wat is dat? What the fuck is dat? What the fuck? Sinds wanneer zijn schapen explosief? Sinds wanneer zijn... Ik heb nog nooit een explosief schaap gezien. Oké, misschien een keer toen ik een rotje in ze. Zelfs toen niet. Dat is een heel flauw grapje. En toen crashte mijn Minecraft. Dat is een heel moment om de video af te sluiten. Nee, serieus, hij crasht. Hij is gecrashed. Jongens, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken van deze nieuwe Minecraft video. Vond je deze nieuwe Minecraft video nou leuk? Kun je hem uiteraard even... Oh, mijn Minecraft doet het weer. Dan kun je hem uiteraard even een blauw duimpje geven. Voor de rest kun je natuurlijk ook even abonneren op mijn gamekanaal. Doe mijn game door even op die mooie abonneerknop om naar de video te klikken. Dan wil ik jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende aflevering van Splek. Hier op mijn gamekanaal. Doe maar gamen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, laat de mensen...